Na 95 jaar houdt SV Hatert uit Nijmegen op te bestaan. Na de voetbalafdeling wordt nu ook het tennisgedeelte opgeheven. Voor de leden die er nog zijn, is dat zeer vervelend. Met name voor de mensen die hier tennis spelen. En verder in het nieuws vandaag. Bewoners van het Wiegense Woezik en Veenhof voelen zich onveilig door pilot met straatverlichting. En bijzondere woonvorm voor senioren in Overasselt. Hier slijt je je oude dag in een museum. SV Hatert, een club van bijna een eeuw oud, verdwijnt definitief uit Nijmegen. Nadat vorig jaar de voetbaltak al ophield te bestaan, wordt nu ook de tennistak van de club opgeheven. Na 95 jaar komt er een einde aan een roemruchtige sportvereniging die ooit de grootste van Nijmegen was. Een conflict met de gemeente over een nieuw onderkomen blijkt de genadeklap te zijn. Na 95 jaar komt er een einde aan een tijdperk voor SV Hatert. De Nijmeegse sportvereniging blaast op 30 december haar laatste adem uit. Nadat vorig jaar de voetbaltak ophield te bestaan, valt nu ook het doek voor de tennistak van de club. Voor de leden die er nog zijn, is dat zeer vervelend. Met name voor de mensen die hier tennis spelen. Dat was toch een hele aparte groep. Vaak een groep van 150 leden. Dat was een groep die een onderlinge sterke band hadden. Volgens voorzitter Alois Meij is het besluit met pijn in het hart genomen. Al jarenlang speelde er een conflict met de gemeente Nijmegen over een nieuwe locatie voor de vereniging die moet wijken voor woningbouw in de Winkelsteeg. Ondanks de vele gesprekken werd er geen concreet verhuisplan gemaakt. Wij voelen ons hartstikke gedwongen, want er staat niets tegenover. De gemeente heeft een aloud beleid als je vertrekt en moet vertrekken vanwege in dit geval woningbouw, dat er nieuw verouderd komt. Nou, daar is geen sprake van. Er wordt wel ook weer gesuggereerd dat er iets is toegezegd. Ja, als er iets toegezegd is, een lege dop is er toegezegd. Maar volgens wethouder Jean-Paul Broeren lag het anders. De gemeente heeft een nieuw onderkomen aangeboden, maar SV Hatert zou geen sluitend beleidsplan hebben aangeleverd. Nou, we zijn vorig jaar al ruim begonnen met onderhandelen over een nieuwe locatie. Die hadden we op een gegeven moment gevonden aan de Elsofweg, achter het Kandinsky College daar. En toen zijn we om tafel gegaan met SV Hatert. Maar ja, het kwam niet tot een businessplan. En tennis in Nijmegen is een geprivatiseerde sport. Dus de clubs dienen zelf voor hun eigen accommodaties te zorgen. En Hatert was niet in staat om dat te doen. Vicevoorzitter van de tennisclub Rijn Verdijk vertelt dat dit vertrek enorm hard aankomt bij de club. Ja, dat is wel heel duidelijk dat er veel pijn zit. Kijk, als je een jaar of drie met elkaar aan het praten bent en zeker anderhalf jaar voor die laatste fase. En als je dan allerlei verwachtingen vanuit de gemeente gecreëerd krijgt, toezeggingen krijgt, zelfs zwart of wit per e-mail. En dat wordt zo in één keer van tafel geveegd, dan zit er pijn, natuurlijk. En dat is heel triest, want dat heeft te maken met je vertrouwen in de overheid. En dat, zoals de gemeente Nijmegen nou met Hatert om is gegaan, is dat vertrouwen echt naar het minpunt gedaald. Wethouder Broeren is een echte sportfanaat. Hij zegt er dan ook alles aan gedaan te hebben om tot een oplossing te komen. Ik wil echt iedereen in Nijmegen, alle sportverenigingen wil ik helpen en op de kaart zetten. Maar ze moeten wel zelf ook met een goed businessplan komen. En het kan niet zo zijn dat wij het geld daar geven en dat over twee jaar dat de club niet meer bestaat. Ja, dat is ook zonde om daar iets te faciliteren. Het is gemeenschapsgeld, hè? Meij en Verdijk zien de toekomst van de tennisvereniging somber in. Ja. Dit komt waarschijnlijk niet meer goed. Kijk, dat is altijd de moeilijkheid, hè? Ja. De tijd gaat verder. Ja. En de tijd hield vaak ook wonden. Hè? Maar in ieder geval hebben ze nou wel een diepe wond die eerst nog een beetje moet helen. Hè? En dat vraagt tijd. Het duurzame lichtbeleidsplan van de gemeente Wiegen zorgt voor onveilige situaties en kritiek vanuit de buurtbewoners van wijken Woezik en Veenhof. In deze wijken zijn de lantaarnpalen deze zomer uitgezet voor een pilot. Met de wintertijd die er nu aankomt, maken buurtbewoners zich nog meer zorgen over hun veiligheid. Na een motie die vanuit de gemeenteraad van Wiegen ingediend is, kijkt de gemeente nu naar een mogelijke oplossing.
Gemeente Wijchen is druk bezig met het opstellen van een nieuw lichtplan. Dit nieuwe plan met lager energieverbruik moet zorgen voor een duurzamere toekomst. Deze zomer startte de gemeente een pilot in 2 wijken, maar al snel kwam er veel kritiek vanuit de inwoners. De gemeente geeft gehoor en draait deze pilot nu terug. We hebben heel veel reacties ontvangen van inwoners. Die hebben we verzameld om te komen tot een nieuw lichtplan waarmee we de komende jaren mee vooruit kunnen. Dus dat betekent dat we in alle wijken en ook maar in de buitengebied van Wijchen gaan kijken van hoe kunnen we voldoen aan de nieuwe eisen die in het lichtbeleidsplan staan. Ze hebben met energiebesparing, veiligheid, lichtvervuiling, flora en fauna. Maar daar hebben we tijdens de pilot wel wat van geleerd hoe we die aanpak toch serieus anders moeten gaan doen. D66 Wijchen hoorde van de inwoners over de situatie en hun zorgen. De donkere gaten op straat zorgden voor een onveilig gevoel bij de buurtbewoners. Er zijn hier in de wijk Woezik en Veenhof zijn er heel veel lantaarnpalen uitgezet. En waardoor mensen zich gewoon onveilig voelen hier op straat als ze hier lopen. Ze kunnen losliggende stenen niet zien, paaltjes vallen niet op. Ja, er gebeuren gewoon ongelukken. Deze pilot is dus van de baan. Maar de gemeente zet nog steeds in op een nieuw lichtplan. Daarom worden andere mogelijkheden nu onderzocht. Begin oktober zijn we gestart met ervaringsstraten, zogenaamde ervaringsstraten. Dat zijn 4 straten in Woezik die we hebben ingericht conform de nieuwe eisen en ook de nieuwe doelstelling die we in Wijchen willen halen met betrekking tot de aanpak van openbare verlichting. En daar hebben we de inwoners gevraagd om daar eens te gaan kijken van is dit eigenlijk zoals we het jullie graag zouden willen zien. Ja, gewoon luisteren naar de inwoners. Zij wonen en komen bij hun huizen elke dag. Zij zien veel meer. En dan is het ook goed om die ideeën mee te nemen. Dus we gaan de komende maanden gaan we aan de slag met het ophalen van meer informatie van inwoners. En tot die tijd, daar heeft de Raad vorige week ook serieus aandacht voor gegeven en ook de opdracht toegegeven om de verlichting die nu uit is in de overige straten van Woezik, om die weer in te schakelen. De krakersgroep, bekend onder de naam ODRN, die in een schoolgebouw zijn ingetrokken, moeten vandaag tegen het middaguur vertrokken zijn, bevestigt het Openbaar Ministerie. De krakers trokken 4 weken geleden in het oude ROC-gebouw aan de Vossenlaan. Het gebouw dat van de gemeente Nijmegen is, was destijds al anti-kraak en bewoond door 5 mensen. Daarom deed de gemeente al eerder aangifte van huisvredebreuk en kraken. Omdat het bewoonde deel niet gescheiden kan worden van het gekraakte deel, komt de brandveiligheid in gevaar door een tekort van een nooduitgang. Daarom heeft de rechtercommissaris besloten dat een ontruiming proportioneel is. Of de krakers tegen de middag zijn vertrokken, is nog onduidelijk. Nijmegen gaat toch per 1 januari 2025 vervuilende bedrijfswagens in de binnenstad weren. Een meerderheid van de Tweede Kamer zei dinsdag nog dat de ondernemers 4 jaar uitgezonderd moeten worden van de zogeheten zero-emissiezones. In een reactie laat de gemeente weten, wij gaan gewoon door met de voorbereidingen voor 1 januari 2025 en we voelen ons daarin gesteund door alle reacties uit het bedrijfsleven. Nijmegen is de eerste Gelderse gemeente die de zero-emissiezones gaat invoeren. Arnhem en Ede willen in 2026 volgen, Apeldoorn in 2030. Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe acht woningbouw op de locatie De Helster in Elst zowel ruimtelijk als financieel haalbaar. De plannen komen nu een stap dichterbij met de gemeenteraad die de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek binnenkort gaat bespreken en de ruimtelijke en financiële kaders samen met de uitgangspunten voor de ontwikkeling aan de raad voorlegt. De locatie krijgt een nieuwe bestemming omdat het zwembad en de sporthal verhuizen naar het stationsgebied van Elst. De tennisvereniging ETV De Helster moet ook plaats maken voor de nieuwe plannen, maar hiervoor is nog geen geschikte locatie gevonden. De gemeenteraad bespreekt het voorstel naar verwachting op 17 december met een definitief besluit op 14 januari. In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 oktober wordt een nieuwe loopbrug over het spoor bij station Heijendaal geplaatst. Deze brug maakt het mogelijk voor voetgangers om van de ene kant van het spoor naar de andere kant te komen. Het inhangen van de 28 meter lange brug zal plaatsvinden rond 3 uur 's nachts. Tijdens de werkzaamheden rijden er geen treinen op het traject rond station Heijendaal. Reizigers moeten van vrijdagochtend 25 oktober tot maandagochtend 28 oktober gebruik maken van bussen. Buurderij De Lage Hof in Overasselt is een kleinschalig woonzorgcomplex en een agrarisch museum in één. De plek biedt een veilige woonplek voor ouderen met dementie en mensen met een licht verstandelijke beperking. Wonen in een museum dus.
De Lage Hof is een woonplek voor cliënten met dementie of een verstandelijke beperking. Landelijk en beschermd wonen staan hier centraal. Daarnaast biedt de boerderij een dagbesteding voor mensen, door bijvoorbeeld te helpen in de moestuin. Het is een veilige plek voor hen, waar het landelijke leven zorgt voor een dagritme. Er zitten 24 woninggebouwen waarin mensen met een beperking verzorgd worden. En er zit ook een dagopvang die 5 of 4 dagen in de week bezet is. Deze mensen zien dit als een decorum, een stukje afleiding die voor hen in de dagelijkse situatie best prettig is. Wonen op een boerderij dat tevens een museum is waar ambachten centraal staan. Tijdens de oogstdag laat het museum deze ambachten in werking zien. De bakkerij begon al 's ochtends vroeg met het stoken om brood te kunnen bakken. In de timmerwinkel wordt de kunst van klompen maken getoond. En in het karnhuis kunnen kinderen leren boter te karnen. We zijn sowieso ook boter aan het karnen en kaas aan het maken. Misschien een rare vraag, waarom heet het karnhuis als leek zijnde? Omdat ze vroeger vooral hier boter maken en boter karn je. Dus je hebt aangezuurde melk en dat laat je staan. En 48 uur goed aangezuurd. En dan is het eindelijk maar roeren, klutsen. En als het goed is, zie je dan het gele boter op een gegeven moment verschijnen. Ja. En dan spoel je dat, dat was je uit. En dan krijg je karnemelk. Ah, kijk. En wat er overblijft, is de boter. We repareren hier spullen die kapot zijn. Daarnaast maken we ook nieuwe dingen, zoals vogelhuisjes. Sierlijke uiltjes, die branden we bijvoorbeeld in. En die zijn voor de verkoop om wat extra geld voor het museum binnen te krijgen. En wat we op de zaterdagen van ambachten in werking doen, zoals vandaag, is het demonstreren van klompen maken. Het museum wil op deze manier aan kinderen laten zien dat melk niet uit een pak komt. Op deze manier creëren ze een brug tussen 1850 en nu. Ik ben er vast van overtuigd dat hier... Dat we hier, laat ik zeggen, de wereld van toen kunnen laten zien met een verbinding naar hoe het nu gaat. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we nu een paar droge najaarsdagen voorgeschoteld. Morgen start de dag lokaal met wat mistbanken en bewolking. Richting het einde van de ochtend breekt op steeds meer plekken de zon door en loopt het kwik op tot zo'n 16 graden. Ook de dagen erna beloven zonrijke najaarsdagen te worden. Wederom kunnen de dagen starten met wat mistbanken, waarna de zon er in de loop van de dag doorheen prikt. De temperatuur doet er nog een klein schepje bovenop, waardoor het vrijdag misschien wel lokaal 20 graden kan worden. Kortom, een heerlijke herfstvakantie. Dit was het RN7 regionieuws van dinsdag 22 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Volg ons ook even op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en TikTok. Graag tot morgen.